Hoi en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Een bijzondere video, want ik sta hier omdat mijn aantal abonnees inmiddels over de 10.000 is gegaan. En dat is echt ongelofelijk. Om eerlijk te zijn, het maakt me niet zo heel veel uit hoeveel mensen hier naar kijken. Want ik vind het maken van video's hartstikke leuk. En ik vind het ook leuk om jullie reacties te zien en zo. Maar 10.000, dat is toch echt wel een bijzondere mijlpaal. En daarom heb ik een extra video opgenomen. Die ga je nu zien van een van de mooiste spoorlijnen in Europa. De Bernina-lijn in Zwitserland. Ook een lekker lange video, dus ga er lekker voor zitten en geniet ervan. En nogmaals, 10.000 keer bedankt naar jullie allemaal dat jullie dit kanaal bekijken. Dat jullie abonneren en supporten. Ik vind het echt helemaal top. Veel kijkplezier en tot de volgende keer. Goedemorgen en welkom bij een gloednieuwe video. Ik sta in Chur, in Zwitserland is dat. En ik ga vandaag op pad met de Rhetische Baan. Dat is een spoorwegbedrijf hier in het zuiden van Zwitserland. Die rond de regio van Chur opereert. Allemaal op smalspoorbanen. Dit zijn trouwens ook gewoon perrons hier op het station. Dat is van de lijn naar Arosa. Die rijdt letterlijk over de straat, door de stad, die kant op. Eigenlijk een soort halve tram eigenlijk. Maar goed, ik ga niet naar Arosa vandaag. Ik ga namelijk de Bernina-lijn af. En ik denk dat dat wel een van de mooiste spoorlijnen in Europa is. Ik begin met de Bernina Express. Dat is een speciale panoramatrein die hier om 8:30 ochtends vertrekt vanuit Chur in de richting van Tirano. Nou, Tirano ga ik niet redden, want er zijn nog inreisbeperkingen vanwege corona. Waardoor ik dan een extra test moet hebben voor dat ene station. Dus ik ga voor het laatste station voor de grens stap ik uit. Maar goed, ik ga die kant op en het belooft een hele mooie rit te worden. Ga je mee? Het is mogelijk om je bagage achter te laten op station Chur, daarvoor zijn er kluisjes. De kleinste kostte 6 euro en daar past een normaal klein koffertje prima in. Let wel, dat moet je in franken betalen en ook met munten. Dus zorg ervoor dat je die wel op zak hebt voordat je hier komt. Op spoor 10 staat de Panorama Express, de Bernina Express, klaar voor vertrek. 8:32 vertrekt hij hier. Je hebt hier ook nog een kostplatform overstap op de trein uit Zurich. Ik heb er alleen eentje eerder genomen. Hij bestaat dus uit panoramawagens, daarvoor moet je reserveren. Reservering kost bovenop een interrail 10 Zwitserse franken. Zorg trouwens ook, er is aan boord catering aanwezig, maar je kan beter even in de supermarkt nog wat eten halen. Dat scheelt je aardig wat geld. Ik zit in de eerste klas panoramawagen. Wil je trouwens niet in de panoramawagen, maar wel gebruik maken van deze trein. Voorop zit nog een gewoon normaal treinstel en daar kun je zonder reservering gebruik van maken. Nutzen Sie das Infotrainment-System unserer digitalen Reisebegleiter für mehr spannende Informationen. Aan boord van de panoramawagen van de Bernina Express. Toen ik reserveerde was er maar één eerste klassewagen reserveerbaar. En toen ik aankwam waren er twee eerste klassewagens. Dat is ook normaal zo dat er twee eerste klassewagens zijn. Maar goed, daardoor is deze hele wagen niet gereserveerd. En heb ik hem voor mezelf. Nou, ideaal. De conducteur die kwam langs heeft al kaartje gecontroleerd. Toen heb ik gevraagd of hij de verlichting hierboven uit kon zetten. En dat wou hij wel. Zijn de lampen op de wanden wel aangezet. Maar goed, dat geeft juist alleen maar extra sfeer. En nu kun je heel goed naar buiten kijken en echt genieten van het uitzicht. Als je zo kijkt, dan denk je van, goh, het is misschien wel een beetje onhandig om op zo'n mooie lijn dan echt in een panoramawagen te zitten. Want dan ben je, ja, zit je vast aan de ramen zelf, zeg maar. Maar aan het einde van het rijtuig zit aan beide kanten een raam die volledig open kan. Dus je kan ook gewoon nog uit de trein hangen en op die manier genieten van het uitzicht. Dus wat dat betreft is dit echt de perfecte trein om deze lijn mee te verkennen.
Bernina-lijn van de Rhetische baan is UNESCO Wereldcultuurerfgoed. Is daarmee de derde spoorlijn ter wereld die die status heeft behaald. En dat is niet voor niets, want de lijn is echt prachtig. For 122 wonderful kilometers from Tuzis to Tirano, the line takes us over 196 bridges, through 55 tunnels and past 20 communities. We reizen zo dadelijk over het Landwasserviaduct, een van de highlights van de reis. Het viaduct die 65 meter hoog is boven het dal en vooral heel erg bekend is vanwege de bijzondere bogen. Vooral als je bedenkt in welke tijd het allemaal gebouwd is. Ik denk ergens in de jaren 1800. Over dit traject rijdt trouwens ook de Glacier Express. Dat is ook een panoramaterrein. Die wordt ook wel de langzaamste sneltrein ter wereld genoemd. Is ongeveer vergelijkbaar, ook een beetje een bijzondere trein. Moet je ook wel flink wat geld voor neerleggen. Alleen ik vind deze toch net wat mooier. Vooral vanwege deze rijtuigen en ook de ramen die open kunnen. Maar goed, het is allebei een ander traject. Wij gaan dus zo dadelijk over dit spoorviaduct heen. In a few minutes we will be running across the 65 meter high Landwasser Viaduct. It is one of the most impressive constructions on the line, as it curves elegantly above the valley below before entering a tunnel carved into a sheer rock face. De Bernina Express trein met de panoramawagens die slaat Sankt Moritz over. Dat is de plek waar je normaal wel langs rijdt in principe als je richting Tirano wilt reizen. Dat kan deze trein niet, want dan zou die kop moeten maken. Zou er een locomotief aan de andere kant moeten komen en dat is ingewikkeld. Maar straks zal ik er nog wel langs komen. We passeren nu een groot meer dat parallel ligt aan de Bernina-lijn. En ook nog eens het hoogste station dat hier ligt. Meer dan 2000 meter boven zeeniveau. Flink stuk omhoog dus. Zodra we komen aan op station Alpgrün en daar staat deze trein een kwartier stil. Zodat je even van het uitzicht kan genieten. Thank you.
wenn immer der Wagen gebremst kann und dann sollte von halber Wagen fruchtlos. Besser geht's. Aangekomen op station Alpgrüm. Hier staat de trein ongeveer 20 minuten stil. En dat is maar goed ook, want dan kun je en wat frisse lucht halen. En je kunt genieten van dit prachtige uitzicht. Echt geweldig. De station is echt de perfecte plek voor een fotostop. Ligt wel echt een behoorlijk pak sneeuw. Ik wou net een stukje aan de voorkant van de trein filmen. Toen ben ik tot aan mijn knieën door de sneeuw gezakt. Maar gelukkig heb ik een goede broek aan. We gaan zo dadelijk station Alpgrün verlaten. En gaan we verder over de Bernina-lijn in de richting van Tirano. Italië zelf mag niet in. Op dit moment zijn er coronamaatregelen waardoor je een extra test moet hebben om Italië in te gaan. Nou, voor dat kleine stukje vind ik het ook prima om op het laatste station voor de grens uit te stappen. Maar ik stap in de tussentijd op een tussenstation uit. Welke dat is, dat ga je zo dadelijk zien. Tot zover station Alpgrün. Ik stap snel weer de trein in om verder te gaan over de Bernina-lijn. Ik zie er overigens de helft van de tijd zo uit, half uit het raam hangen. Het wel echt genieten. We staan stil op station Poschiavo, het dorpje dat hier een van de grotere dorpen is in het grote dal. Voordat je in Tirano aankomt, hier stappen veel reizigers uit, zeker ook vanwege het inreisproblemen momenteel in Italië. Hier staan we ook nog even stil en ik stap op het volgende station La Prese uit, want dat ligt toch wel vrij bijzonder.
uitgestapt op station Le Prese. Bijzonder station dus, omdat dit midden in het dorp ligt, maar ook echt midden in het dorp. Want het spoor dat gaat hier dwars over de straat heen en hier ligt het nog wel een klein beetje naast de straat. Komt omdat in de dalen soms er zo weinig ruimte is met de bebouwing voor de spoorlijn, dat ze gewoon ervoor hebben gekozen om de spoorlijn over de straat heen te laten gaan als een soort tram. Het autoverkeer wordt dan wel stilgezet, dus die moet dan eventjes wachten tot de trein het dorp door is. Ik heb de Bernina Express verlaten. Ik kan het heel erg aanraden, die trein. Bovenop de Interrail dus 10 euro extra aan reservering. Maar je kan ook nog losse kaartjes kopen. Maar dat loopt wel redelijk in de papieren. Volgens mij is een Interrail plus reservering goedkoper. Ik ga nu verder met de overige regionale treinen van de Rhetische baan. Voor die treinen heb je geen reservering nodig. Is een Interrail pas of een Zwitserland pas gewoon geldig. En kun je gewoon op- en afstappen wanneer je wil. Dit is wel gaaf. Dit is een van de triepwagen aanstuurrijtuigen, zeg maar. Het is eigenlijk een soort locomotief waar ook een klein zitgedeelte in zit. Dus gedeelte eerste klas en een gedeelte tweede klas. En ook nog een eigen toilet. Best wel luxe eigenlijk. Deze wagens blijven niet zo heel lang meer in dienst. Vertelde de conducteur van mijn vorige trein net trouwens. Echt shout-out naar hem. Echt een topgozer. Maar deze wagens zullen niet heel lang meer in dienst blijven. Dus het is alleen maar gaaf dat we ze nu meekrijgen. En ik heb hem helemaal voor mezelf. Top dit. We komen aan in Brusio, dat staat bekend om het viaduct van Brusio. Hier maakt de trein een volledig rondje over zichzelf heen om hoogte te verliezen of om hoogte te winnen als je weer teruggaat. En dat ziet er echt geweldig uit. Het viaduct is samen met het landwasserviaduct echt een van de meest imposante bouwwerken van de route en die mag je zeker niet missen. Volgende station is Campo Logno, het laatste station voor de grens met Tirano. Daar stap ik dus uit en ga ik weer terug in de richting van Sankt Moritz. En hier op station Campo Cologno komt een einde aan de reis over de Berlinia-lijn in de richting van Tirano. Ik ben dus op het laatste station voor de grens uitgestapt vanwege de coronasituatie. Het is nou eenmaal niet anders. Volgende keer ga ik wel naar Tirano.
Ik wil wel graag nog even stilstaan bij het feit dat ik inmiddels 10.000 abonnees heb gehaald. Ja, ik wil er verder niet een heel groot ding van maken, want ik maak de video's voor jullie. En het maakt me eigenlijk niet uit of er één iemand naar kijkt of dat er tienduizenden mensen naar kijken. Maar ik wil er wel even graag bij stilstaan en jullie allemaal bedanken voor ja, alle support in de afgelopen jaren. En voor alle positieve reacties. Ik krijg echt bijna alleen maar positieve reacties. En dat houdt me ook echt wel op de been om dit soort reizen te blijven maken. En er moeite in te steken om deze video's te maken. Dus echt 10.000 maal dank voor jullie allemaal. En blijf vooral kijken. Laat ook weten wat je van deze video vond door een duimpje omhoog achter te laten. En een reactie hieronder in de video. Er komt nog een nieuwe video van dat ik hier weer terug ga naar Coeur. Alleen het wordt wel een andere video, want anders wordt dit zo'n lang ding. Dan zitten jullie inmiddels ook al verhongerd achter de televisie of achter de computer. Dus dat komt in een nieuw deel. Blijf daarom op dit kanaal geabonneerd. Dat kan door hieronder te klikken. Dan blijf je op de hoogte. Dan word je misschien wel een van die 10.000 mensen. En dan zie ik je de volgende keer weer. Tot ziens!